Zoals je misschien wel kunt zien, gaat onze uitzending over gedenkstenen. In deze uitzending komen de struikelstenen, lieveheersbeestjesstenen en zwaaistenen aan bod. Maar waar al deze gedenkstenen precies voor staan, hoor je zo. Je kijkt naar de 7e aflevering van Het Ede. Vrijdag 14 april worden er in Otterlo 9 struikelstenen geplaatst. Hier in Bennekom liggen er al sinds 2017 op verschillende locaties een aantal van deze struikelstenen, ofwel stolperstenen. De familie Lucas, die oorspronkelijk uit Duitsland komt, moest in het begin van de oorlog hun woonplaats in Rotterdam noodgedwongen verlaten. Ze kwamen toen hier in Bennekom terecht en werden opgevangen door meneer Gerrit Lo. Hun zoontje echter, Robert Lucas, die moest ergens anders ondergedoken zitten. Toen Lucas werd gevonden, bracht dat ook toen de Sicherheitsdienst tot de vondst van Nathalie en Ernst Lucas. Zij werden toen met veel geweld opgepakt en gevangen genomen in Den Haag en zijn vervolgens op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor in Polen. Bij mij aan tafel is aangeschoven Volker Meijer. Welkom. Dank u. U wilt samen met uw broer Paul Meijer en streekhistoricus Ron Reitsma die 9 struikelstenen in Otterlo gaan plaatsen. Waarom zijn jullie dit initiatief precies begonnen? Nou, de meeste mensen die beseffen niet dat degene die in de Joden die en Roma en Sinti die in de vernietigingskampen zijn omgebracht, dat die eigenlijk geen graf hebben. Ze werden vaak vergast en daarna verbrand en de as werd ergens uitgestrooid. Niemand weet eigenlijk waar, maar ze hebben natuurlijk geen graf gekregen. En dat betreurde mijn broer en ik op een gegeven moment enorm. En er is nergens een plek waar je even stil kan staan bij je grootouders en bij je oom. En daarom zijn we 3 jaar geleden begonnen met dit initiatief. En wat komt daar precies allemaal bij kijken? De struikelstenen zijn een initiatief van een Duitse kunstenaar, Gunther Demnig. Die vond dat een persoon, een mens, is pas vergeten als zijn naam vergeten is. En hoe kunnen we nou zorgen dat die namen herinnerd blijven? En hoe kunnen we nou eigenlijk zorgen dat de naties dat hun werk niet is afgerond? Mm-hmm. En dat die mensen dus niet vergeten worden, maar in herinnering blijven. Oké, we hebben nu de struikelstenen in Bennekom gezien. In Otterlo worden ze binnenkort gelegd, maar hoe zit het eigenlijk in Ede? Nou, Helman, u bent secretaris en oprichter van Stichting Joods Monument Ede. Kunt u mij vertellen waar we nu precies zijn? Ja, wij zijn hier in het Memorial Park in Ede. Dit is een park waar allerlei monumenten zijn om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En we hebben hier dan ook sinds 2012 het Joods Monument. En dat is ontstaan in een tijd waarin een aantal mensen, waar ik toen nog niet bij betrokken was, dachten over het zou toch goed zijn als er hier in Ede ook een monument is voor de Joodse mensen die hier zijn opgepakt. Kent u toevallig de struikelstenen of de stoppelstenen? Ja, die ken ik. Die heb je in heel veel steden. En dat is allemaal ooit bedacht door kunstenaar Gunther Demnig in Duitsland. En dat is heel mooi. Dat kun je aanvragen voor een als nabestaande kun je dat aanvragen. Of voor een dierbaar iemand die je verloren bent. En dat zijn hele mooie kleine plaatjes waar de naam op staat van degene die in het huis woonde waar dat plaatje op de stoep wordt neergelegd. En hier in Ede zijn ze ook begonnen sinds een tijdje. Maar het is nog niet heel erg veel. In Bennekom liggen er een paar en nu binnenkort komen er 9 stolperstenen in Otterlo. En waarom is er dan in Ede gekozen voor dit monument en niet voor stoppelstenen? Ja, die dingen bestaan naast elkaar. Oké.
De stolpersteinen, dat zijn eigenlijk individuele initiatieven. Dit is iets dat je in samenspraak met de gemeente doet. Een groep mensen heeft dat bedacht. Maar hier is dus ooit een groepje mee begonnen en dan in overleg met de gemeente is het echt een monument geworden. Als je een stolperstein of een struikelsteen, wordt het ook genoemd, als je die wil laten liggen, dan is dat gewoon je eigen initiatief. Uw stichting, zou die initiatief kunnen nemen? Ja, wij zijn toch eigenlijk in de eerste plaats bij ons monument betrokken. En wij zien het niet echt als onze opdracht om ook de stolpersteinen te gaan regelen, zeg maar. Dus ik denk toch dat je dat bij de mensen zelf moet laten. Zou het kunnen aangemoedigd worden om deze stenen neer te leggen? Nou ja, het is wel goed als mensen weten dat het kan. Hè? Misschien weet niet iedereen nog dat mogelijk is. Dus als we dit hier nu zeggen, dan zullen misschien ook mensen dit zien en denken, ja, dat zou ik ook wel willen doen voor een familielid. Die mogelijkheid bestaat. Maar het is natuurlijk wel al een project dat al jaren loopt. Hè? Soms weet je namelijk ook niet, dat is het gekke, dat jouw familie, verre familielid hier is opgepakt. Mensen zijn natuurlijk ook soms naar hele andere delen van de wereld gegaan, hè? Geëmigreerd. Dus wij weten ook vaak niet wie alle nabestaanden zijn van de namen die op ons monument staan. Dus, maar ik kan me voorstellen dat er natuurlijk toch nog wel mensen hier in Ede zijn die denken, nu zijn hier wat stolpersteinen gelegd, dat wil ik ook voor mijn familie gaan doen. Dus ik verwacht dat er nog wel wat gaat komen, maar dat is iets wat langzaam op gang komt hier. Die struikelstenen plaatsen, dat gaat u op 14 april doen in Otterlo. Waarom is het plaatsen van deze herdenkingsstenen voor u zo belangrijk? Nou, er zijn eigenlijk drie redenen die ik alle drie eigenlijk even belangrijk vind. Reden 1 is natuurlijk dat er nu voor het eerst een plaats is waar mijn oom Ernst herdacht wordt. En dat geldt eigenlijk ook voor nabestaanden van de 8 andere mensen die een struikelsteen krijgen. De tweede is, en dat zei ik net eigenlijk ook al, we vinden dat de naties hun werk nooit afgemaakt zouden moeten hebben. Hmm. Dus eigenlijk is het goed als ze benoemd worden. Als die namen er zijn en zeggen van ja, maar die blijven we ons herinneren. En de derde reden is misschien minstens net zo belangrijk. En dat is dat mensen die daar langs die stenen lopen zich dat even realiseren en denken, ja, van wat is daar nou gebeurd? Ik vind dat mensen zich moeten realiseren dat uitsluiting van wie dan ook altijd tot ellende leidt. Nou, heel erg bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan. De struikelstenen worden dus geplaatst ter herdenking van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn ook andere stenen die aandacht vragen voor belangrijke thema's. Zo zijn er bijvoorbeeld lieveheersbeestjesstenen. Deze werden in 2008 onthuld en bestaan inmiddels dus al 15 jaar. Onze verslaggever Nina spreekt Teske Gort, die ons meer vertelt over de invloed van de stenen. Maar eerst vroegen wij aan de mensen op straat of zij de lieveheersbeestjes nog opmerken en of ze de betekenis ervan kennen. Iets hier verderop op het Museumplein in Ede liggen een aantal stoeptegels met lieveheersbeestjes erop. Is dat ooit u opgevallen? Nou, dat is me regelmatig opgevallen, want ze liggen er al jaren. Hè? Het is niet van dat het van gisteren is. Ik heb dus vroeger gehoord dat het iets met vrede te maken heeft. Ik weet niet de precieze betekenis, zeg maar. Ik weet dat het iets met geweld is, maar voor de rest weet ik niet echt wat het inhoudt. En weet u ook wat die stoeptegels betekenen? Tegen zinloos geweld. En denk jij dat het hier helpend is dat ze hier liggen? Nou, misschien om te merken dat ik ze al niet heb zien liggen, dat het niet heel erg helpend is. Want een stoeptegel is niet per se het eerste wat mensen opvalt. Dus. Nou, ik denk op het Museumplein wat minder. Er zijn wel eens mensen die de vuist gaan met elkaar daar. Ja, ik hoop dat het helpend is. Ik kan daar niet echt antwoord op geven. Ik heb niet, weet je wel. Maar ik hoop gewoon dat mensen er meer bij stilstaan, zeg maar, wat pesten doet. En nou ja, zinloos geweld doet. Ik ben Toske Gort, arbeids- en organisatiepsycholoog bij Gort Coaching.
Heeft u toevallig eens een cliënt gehad die nare ervaringen had opgelopen omtrent pesten of zinloos geweld? Ja, dat komt ook voor. Gelukkig wel weinig. Coaching is altijd maatwerk. En maatwerk betekent in dit geval dat je altijd eerst kijkt van, goh, wat is eigenlijk jouw hulpvraag? Waar kunnen wij jou mee van dienst zijn? Je hebt natuurlijk mensen die pech hebben, als het ware, en die uit een gezin komen waar je niet hebt meegekregen hoe je voor jezelf opkomt. Dan heb je natuurlijk iets meer achterstand in hoe je dat moet doen dan mensen die uit een gezin komen. Het allemaal hele sterke mensen waar je het aan discussiëren bent aan de tafel. En hoe je pestkoppen aanpakt en dergelijke. Ja, wat mij heel erg raakt is toch wel de impact die het heeft op mensen. En dat ze het eigenlijk vaak toch binnen zichzelf plaatsen. Dus dat ze het niet zien als een externe factor. Maar dat ze toch nog zelf vinden dat ze er schuld aan hebben. Of spijt van hebben. Of dat er dus heel veel intern... als het ware gebeurt, in plaats van dit is extern, dit kan iedereen overkomen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om zulke onderwerpen bespreekbaar te maken. Zo, 100%. Ja, want zo is er bijvoorbeeld al op verschillende schoolpleinen, heb je misschien wel gezien, maar ook uitgaansgebieden, dat er stoeptegels zijn geplaatst met het welbekende lieveheersbeestje eigenlijk tegen zinloos geweld. En wat vind jij als coach eigenlijk van zo'n initiatief om zo'n steen te plaatsen? Ja, nou, ik vind het sowieso hartstikke goed. Want kijk, dit hoort echt bij ergens rugbaarheid aan geven. En als mensen er veel van weten, dan op het moment dat natuurlijk dat lieveheersbeestje echt een symbool daarvoor wordt, zal het zeker een reminder zijn voor mensen. Ja, moet je natuurlijk wel rekening mee houden dat geweld in het uitgaansleven vaak natuurlijk door alcohol en dergelijke, weet je. Dus daar ga je mensen waarschijnlijk niet naar een stoeptegel kijken. Maar ik vind het initiatief is natuurlijk hartstikke goed. Ja, dingen worden altijd pas bespreekbaar als je ergens werk van maakt. Als een symbool niet bekend is, kunnen mensen er niks mee. Maar als je het onderdeel maakt van een grotere actie, dus als je bijvoorbeeld als lerares of leraar af en toe langs die tegel loopt, het uitlegt wat het betekent, leerlingen laat meedenken, een keer een groepsdiscussie over hebt, ja, natuurlijk is het een prachtige aanleiding om daar om het bespreekbaar te maken op school. Ik weet ook dat het is in alle situaties, maar dat geldt ook bij verslavingen, dat geldt bij geweld, dat geldt bij pest, dat geldt uiteindelijk. Ja, moet je toch zelf die hand pakken van de handen die worden uitgereikt. En helaas kan je als buitenstaander vaak alleen maar handen aanreiken en niet iemand daadwerkelijk eruit trekken. Moet je toch zelf doen. Je kunt ook mensen helpen door letterlijk je hand uitsteken of misschien liever gezegd opsteken. Onze verslaggever Femke vertelt ons meer over de zogenoemde zwaaistenen. Nou, je vraagt je misschien wel af wat ik bij deze gekleurde stenen hier doe. Nou, dit zijn dus zwaaistenen. En die zwaaistenen moedig je eigenlijk aan om meer naar elkaar om te zien in de buurt. Zwaaien is eigenlijk al een eerste stap in de richting van meer contact en beter contact in je omgeving. Om eenzaamheid tegen te gaan, worden in buurtcentrum De Kolk in Ede koffieochtenden georganiseerd door Stichting Koffieluidjes. Vandaag wordt daar zelfs de 100ste verjaardag van mevrouw Lanning gevierd. Leuk vindt. Ja! Want voor wie is dit? Ik dacht voor u. Ja, nou, ik had het gehoopt, maar nee. U wordt 100 jaar mevrouw Lanning. En speciaal voor u hebben wij deze kleine petit fourtjes gemaakt met een foto van u erop. Dat is zonde om dat op te hebben. Ja? Dat is een titel. Sinds de coronatijd is de eenzaamheid onder ouderen, niet alleen ouderen trouwens, ook de jongeren toch wel gegroeid. Dat zien wij, dus daar spelen wij graag op in, om deze mensen te bereiken achter de voordeur. Wat voor activiteiten doen jullie dan precies? Nou, zoals jullie hebben kunnen zien vanochtend, heeft iedereen een oude foto van vroeger meegenomen. Dus dan gaan we echt herinneringen ophalen, wat gelijk zorgt voor een leuk gesprek en ook weer verbinding met elkaar. We gaan er ook wel eens op uit en dan kun je denken aan, we maken een huifkartocht met elkaar, we bezoeken een museum. We doen een heel breed scala aan activiteiten. En het leuke daarvan is dat de ouderen dit zelf bedenken en wij als coördinatoren organiseren het. En dat creëert eigenlijk ook meer eigenaarschap en het er weer toe doen. En het is ontzettend mooi om te zien dat deze mensen vaak eenzaamheid al hebben ervaren. En op het moment dat ze hier komen, dat er langzamerhand in de loop van de tijd verbinding met andere mensen
tot stand komt. En dat de mensen weer gaan stralen. Ze komen weer tot bloei. Ze bouwen weer een netwerk op. Er wordt naar elkaar omgekeken. Er wordt naar elkaar gevraagd. Ze genieten zichtbaar. Bij de deelnemers zie ik het vooral tijdens de bijeenkomsten dat ze graag hun verhaal kwijt willen. En dat is wel kenmerkend. Sommige mensen spreken bijna niemand in een week. Soms schrikken ze van hun eigen stem, zo erg is het zelfs. En op het moment dat ze dan hier binnenkomen, dan komen ze gelijk met hun verhaal en willen graag ook gezien en gehoord worden. De eerste zwaaisteen is in Bennekom gelegd een aantal weken geleden. Denk je dat zo'n zwaaisteen helpt? Dat dat een goed initiatief is? Zeker. Ik denk dat het symbolisch staat voor het sociale aspect. Voor meer verbinding met elkaar. Meer omkijken naar elkaar. En ik denk zeker dat dat mensen ook bewust gaat maken van hoe belangrijk het is dat we met elkaar in contact blijven. En dat we elkaar daar ook allemaal voor nodig hebben. En er is nog niet één in Ede zelf. Denk je dat er één moet komen? Het zou mooi zijn, maar in Bennekom is het natuurlijk wel een prachtig initiatief. Maar als er in Ede één komt, dan zullen wij zeker onze handafdruk daar ook in zetten als koffieluidjes. In de Gloria! Dat was hem weer voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. En vergeet niet af en toe even naar je medemensen zwaaien. Doei!